Wij willen een scherpere CO2-heffing. Wij willen dat het nog rechtvaardiger is. En heel erg belangrijk om iedereen te vertellen, dit is iets van ons allemaal, maar het moet ook draaglijk zijn voor allemaal. En zeker voor mensen met een smalle beurs. Ik hou heel veel van het strand en de wijdheid van de zee. Dus ik ben niet opgegroeid in de buurt van bossen. Maar nu ik er in de buurt woon, vind ik het wel heel mooi. Het is echt gewoon groene longen, frisse lucht. Eigenlijk iedere zondag, ieder weekend een lange wandeling. Als ik wandel, is het eigenlijk het meest prettige tempo van leven. En zie je het meest en hoor je het meest. Als je nu naar de boer kijkt, dan zie je boeren die heel goed voor weidevogels zorgen. Die nesten beschermen en of die bepaalde randen niet maaien. Wat ik zou willen is dat het niet een hobby van die ene boer wordt, maar dat het eigenlijk een opdracht wordt voor alle boeren. En dat ze er ook voor beloond worden. Dus dat boeren niet alleen boeren zijn, maar dat ze ook natuurbeheerder zijn. En dus ook goed zorgen voor de weidevogel. Ja, je bent nog steeds boer. Ja, je kunt nog steeds koeien melken. Maar minder. Met natuurbeheer erbij. Op een groter gebied, dus het moet niet intensiever, maar extensiever. Dus je kunt hetzelfde doen, maar op een groter terrein. Dan biedt hem dat perspectief. Maar dan biedt dat ook de natuur perspectief. Voor ons is krimp van de luchtvaart staat nu letterlijk ook in ons verkiezingsprogramma voor het eerst. We zitten nu in een coronacrisis. En de grote vraag is eigenlijk, gaan wij nou terug naar het Nederland van voor die crisis? Of is er nu fundamenteel iets veranderd? En wat ik hoop, en hoop moet je altijd een duwtje geven en moet je met beleid ondersteunen. Wat ik hoop is dat er een omslag komt als het gaat om vliegen. Ja, het is ook niet normaal. Die prijzen zijn niet normaal. Het gemak waarmee je dan even binnen Europa gaat vliegen, dat is niet normaal. Dus als dan het gevoel bij heel veel mensen is, Parijs is een hobby van rijke mensen, dan gaat er iets gruwelijks mis. Parijs is een opdracht van ons allemaal. Parijs is een uiting van rentmeesterschap van ons allemaal. Maar dan moet het wel rechtvaardig.